over enige tijd wellicht aanwezig zijn bij mijn crematie. De kist staat op een baar en aan de top van die baar zijn twee kleine schuifdeuren waar een ondergaande zon is geschilderd. De 9e symfonie van Mahler, het laatste deel, langzaam wegstervende muziek, klinkt. En de kist zet zich in de weg. Vlak voordat de kist achterover duikt, in de zich langzaam openende luiken, waar de vlammen van de hel al te zien zijn, vlak voordat de kist achterover duikt, gaat de deksel van de kist open. En ik ga nog één keer recht overeind zitten. Ik ga nog één keer recht overeind zitten en steek mijn tong uit. Niet om te beledigen, maar om te laten zien dat ik nog nooit het puntje van mijn tong heb afgebeten. Omdat ik nog nooit het puntje van mijn tong heb afgebeten, is tot 3 keer toe de voordracht voor de eeuwige in Amsterdam geblokkeerd. Terwijl ik gebruik maakte, optimaal, misschien zelfs wel maximaal gebruik maakte van de vrijheid van meningsuiting. Joop Mauw heeft 2 keer de voordracht geïnitieerd en ondersteund. Na de 2e keer afwijzing heeft Joop het moederhoofd in de schoot gelegd. Tezamen met Ferry was ik getuige van het feit dat zelfs een rechter, een gepensioneerde rechter, een oude mensenrechter, die zelfs in de tijd van de Inquisitie en in de tijd waarop Calvijn mensen zonder vorm van proces op de brandstapel slingerde, niet misstaan had. Deze man heeft in 57 pagina's tekst omschreven wat voor een verderfelijke figuur ik dat het was, hoe ik beledigd was. Hoe ik verstoken was van iedere vorm van hoffelijkheid en stijl. Voorwaar een enorme zonde tegen de code van een judoka. Ik wil hier verder nu niet op ingaan. Het zou te lang voeren. En ik heb van de Unie op Nederland ook een berichtje gekregen dat ik slechts een kort dankwoord mocht spreken. Daar zal ik er nu aan beginnen. Op de eerste plaats wil ik iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Zonder hen zou ik niet hebben bestaan. Maar ik wil toch een paar mensen eruit lichten. Op de eerste plaats mijn ouders, die mij een strenge, maar zeer goede opvoeding hebben gegeven. Het minuscuul kleine deeltje vriendelijkheid, hartelijkheid, sociaal gevoel en zachtheid heb ik geërfd van mijn moeder. Van mijn vader heb ik geleerd, door zijn voorbeeld en door woord en daad, om nooit het puntje met de tong af te bijten. En zeker niet ten opzichte van bestuurders van organisaties of instanties. Op de tweede plaats wil ik danken mijn eerste leraar Wim Kommen, die mij tussen 1959 en 1965 het Kawaisi-systeem bijbracht. Maar wat me nog meer bijbracht was, hoe je een club moest leiden. Hoe je een fijne club maakte van mensen van een zeer gevarieerde plumage. Ik dank mijn leraar Jan van Oost. Ik ben zijn student geweest van 1965 tot op de dag van zijn overlijden in 2010. Hij heeft mij technisch volledig gevormd. Hij nam mij in 1965 mee naar Brussel om mij in chirurgie het Kodokan-kata te leren kennen. De Kodokan-kata, het Kodokan-judo, het Gokyo. Ik ben hem zeer veel verschuldigd en helaas is hij niet meer onder ons. Ik dank de heer Frans Hoogwerk, de voorzitter die mij in 1989 aanstelde als bondscoach van de Unie van Nederland. Tezamen met zijn bestuur heeft hij mij aangesteld
En ik heb met Frans Hogendijk een uitstekende samenwerking gehad in die periode. Hij heeft ook mij de mogelijkheid geboden om nationaal en internationaal mezelf te ontwikkelen. Nationaal zijn we hier met de deur ingeslagen en internationaal staan ze gelukkig nog waar bij de open. Ik dank de judoka die ik les heb mogen geven. De judoka die ik heb mogen coachen. De judoka die ik heb mogen trainen. Zij zijn een van de belangrijkste inspiratiebronnen voor mij geweest. Ik dank het District Limburg en ik dank de Nationale Kamercommissie. Die al drie de voordrachten volledig hebben ondersteund. Ik dank Jo Paul voor het feit dat hij de eerste twee voordrachten heeft geïnitieerd. Ik dank Ferry van Dijk voor de voortzetting van de pogingen en om in Ferry's termen te spreken. Ferry heeft uiteindelijk de kogel door de judo-tempo gejaagd, waardoor ik hier sta en waardoor ik hier de Max Dammer ontvang. Ik dank ook Margriet, mijn levenspartner, die mij altijd de mogelijkheid heeft gegeven om mijn geestkring ten volle te leven. En tot slot. Yu en Do zijn Japanse karakters. Yu en Do is voor ons bekend als Yudo, de zachte weg. Een andere vertaling van de zachte weg. Een andere vertaling van judo kan ook zijn de weg van het water. De weg van het water in een beekje, de weg van het water in een kabbelend beekje, de weg van het water in een kabbelend beekje met aan de oevers prachtige levens. Een snelstromende rivier, een bruisende rivier, een wilde rivier. De weg van het water kan over de dijken heen spatten, het kan kolken. En het kan golven. De weg van het water is geen stilstaand water.